hier juist met die gastgeuning. Ja? Wel, dat hadden we een keer. Heb je wat meer lang terug? Ja. Moet je even wachten, dan zet ik mijn eerste treintje hier neer. Ja? Hey, een hele goede morgen en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Leroy en we rijden op dit moment in Gent. We hebben hier 11 adressen lossen en eentje laaien. En we gaan vandaag naar een paar klanten en ik neem jullie vandaag weer gezellig mee. We gaan eventjes kijken waar we wat kunnen doen. Ik rij nu net de tol in, hoe heet dat hier? Zeg maar bij Doel, net over de grens bij Nederland. Richting Gent bij de tol, dus we moeten even hier het pasje erin steken, hè? Nou, we zijn nu dus aangekomen bij de Hubo in Zelzeet, Zelzate. Ik denk dat je het uitspreekt als Zelzeet. Daar hebben we één klein palletje en een bundel. Dus het is niet heel interessant, maar ik kan het terrein niet oprijden. Lossen is aan de achterkant.
Er zit ook een parkeerplaats. Het hek is een beetje smal achteruit over de verkeerde kant. Ik gok het er niet op. Ik heb hem eventjes aan de kant neergezet. Ik kan het wel eventjes laten zien. Ik heb hem even aan de kant neergezet en dan haal ik het even eruit. En dan zal het best wel goed komen, denk ik. Kijk, de auto's kennen er zo gewoon goed door. En voor de voetgangers is dat hetzelfde. Dus we gaan even die deuren opengooien en gaan we even kijken of we het kunnen lossen of niet. Nou, dit is dus wat we moeten gaan lossen. Dus laten we gauw gaan. Dan moet ik hem wel optillen. Want anders dan wordt het spannend. Dan wel. Je hebt chauffeurs en je hebt luie chauffeurs, hè? Dan gaan we weer even omhoog. Dan gaan we even kijken of de volgende klant erin staat. En op die manier gaan we zo de trailer helemaal leegwerken, is de bedoeling. Of dat vandaag gaat lukken, dat... is even een beetje de vraag. Ik heb vandaag best wel veel tegenslagen gehad, moet ik zeggen. Want ik had twee adresjes in Gent. En in Gent lukte het niet om die adressen te vinden. Dus die heb ik overgeslagen. Daar gaan ze maandag nog een keer naartoe. En ik heb vanmorgen natuurlijk wel heel erg veel tijd verloren. Dus we moeten eventjes kijken vandaag wat we er nog allemaal uit krijgen. We hebben zo meteen een adres. Daar hebben we 11 palletjes. Of nee, 18. Hoe kom ik nou bij 11? Dat was gisteren. 18. Dan is die trailer wel een heel eind leeg. En dan heb ik er nog 2. We moeten even kijken hoe ver we komen. Ik neem jullie gewoon mee en we gaan het wel zien hoe ver we komen. Even te kijken, want we zijn er bijna. Ik zie het bedrijf hier zitten, de Euroshop. De vraag is alleen even waar je moet laden en lossen of waar dat gebeurt. En hij zegt dat ik hierheen moet. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Ik zie hier wel een hek, ik denk dat het daar gebeurt. Dus we gaan gewoon eens even hier erop rijden om te kijken of het hier is, ja of nee. Oh, ik denk hier achter zelfs. Dus dan draai ik hem even achteruit erop. Rijden.
Hoppa! Dat doe ik eigenlijk altijd, hè, als ik ergens ga lossen. En ik ben er nog nooit geweest en ik twijfel van, joh, is het nou hier, is het nou daar? Dan rijd ik eigenlijk altijd achteruit erop. En dat doe ik. Dat ik gewoon dan zeker weet dat ik dan vooruit er gewoon weer af kan. Want achteruit erop draaien is vaak makkelijker als achteruit terug de grote weg op. Dus dat wil ik even meegeven. Gewoon. Ik zie de heftruckchauffeur al staan. Dus ik neem aan dat ik hier wel goed zit. Als hij van de Euroshop is tenminste. Dus laten we hem snel gaan lossen. Hij doet het elektrische pompwagen. Kun je deze voor mij even daar neerzetten? Die is niet voor hier. Die is voor de afweging. Zo, inmiddels hebben we die klant gelost zoals je hebt gezien. We hadden 18 pallets en die heftruck die hij had, die was zo goed als leeg. Dus we hebben de helft, ongeveer een pallet of 10, hebben we met de heftruck eruit kunnen halen. De rest heb ik met het klepje moeten doen. Ik heb gezien dat hij 1 pallet eruit had gehaald die ik eigenlijk gelost
die ik had moeten lossen, maar die had ik mee teruggenomen, want ik kon het niet vinden. Nou ja, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat pelletje, die had hij voor de camera neergezet. Dus ik hoop, en ik weet niet zeker, of we daar nog wel wat beeld van kunnen maken. Daar hoop ik dan maar op. En dan, ja, jullie hebben het net gezien en ik ga het straks eens even bekijken of we zo kom je eruit of niet? Jullie hebben het net gezien en ik ga even kijken of ik er wat van kan maken. Dus, nou, tot zover deze vlog. Ben je nieuw hier, ben je nog niet geabonneerd, klik dan zeker even op abonneren en vergeet het belletje niet aan te zetten. En vind je het leuk om mij te volgen op social media? Kijk dan even in de beschrijving onder deze video. Zou ik heel erg waarderen. Dankjewel voor het kijken en ik hoop tot de volgende video.